Morgen is vandaag. Wij gaan met z'n allen vandaag niet voorkomen dat Nederland morgen te maken krijgt met een watersnoodramp. Wij kunnen vandaag al wel starten met ons voorbereiden op een mogelijke watersnoodramp. Want dat gaat uiteindelijk iedereen aan. Dat boeit eigenlijk iedereen. En dat boeit ons dus ook. Deze boei laat zien wat wij nu met z'n allen, zowel gemeente, rijk, waterschappen, vandaag al kunnen gaan doen. Deze boei heeft 4 belangrijke eigenschappen. Allereerst, het is een generiek model wat oplossingen biedt, of eigenlijk maatregelen biedt, voor verschillende gebieden. Want niet elk stukje Nederland is hetzelfde. In het landelijk gebied zijn hele andere invoegtoepassingen nodig dan bijvoorbeeld in een stedelijk gebied. Tweede belangrijke eigenschap van deze boei is dat het zowel ingaat op preventie, dus de fase voor een ramp, als tijdens een ramp, wanneer we met ons allen proberen het hoofd boven water te houden. Het start met bewustwording, kennisdeling, beleid, wetregelgeving aanpassen, zodat zowel overheid Nederland zo kan inrichten en dat burgers ook zelf zich kunnen voorbereiden op een eventuele ramp. Met als hoogste doel om uiteindelijk te kunnen blijven, boven water te kunnen blijven. Derde eigenschap is dat het zowel ingaat op wat de overheid zou moeten doen, hier aan de linkerkant weergegeven, als wat de burger en het bedrijfsleven zou moeten doen, aan de rechterkant weergegeven. En om samen uiteindelijk goed te kunnen functioneren, is het ontzettend belangrijk dat er die samenwerking wordt gefaciliteerd. En ja, communicatie hier in het midden is onze belangrijkste pijler die de boei uiteindelijk overeind houdt en waarmee we uiteindelijk zelfredzaam en behulpzaam kunnen zijn tijdens die ramp. Nou, hoe gaan we dat doen? Het belangrijkste hier is dat er een netwerk in stand blijft waardoor die communicatie mogelijk blijft. En de overheid zou dat goed kunnen faciliteren door het inzetten van middelen die we nu al hebben. Namelijk, bij festivals worden drones al ingezet ter controle en die kunnen we ook ten tijde van zo'n ramp inzetten. En daarbij, techniek van bijvoorbeeld wireless networks kunnen door middel van wifi-ballonnen in de lucht worden gelaten, zodat er ook bijvoorbeeld een crisis-app in de lucht kan worden gehouden, waardoor men geïnformeerd wordt over die ramp, hoe lang het gevaar nog blijft dreigen, maar dat men ook kan communiceren met elkaar. Want dat is het allerbelangrijkste wat er dan nog nodig is om te kunnen overleven. En dat gaat dan om informatie, maar dus ook informatie over hoe lang duurt het nog voordat het water bij mij komt? Waar is mijn zwakke buurvrouw? En waar is die boot van die buurman die mij misschien kan helpen het gebied te verlaten? Uiteindelijk gaat het er dus om dat we al deze stappen ondernemen om uiteindelijk zelfredzaam en behulpzaam te kunnen zijn. En met die stappen van onder naar boven, daar moeten we vandaag al mee beginnen. Want morgen is vandaag. En als ik nu de sprong niet waag, dan blijft het een illusie.